Rekenwaarde van de belastingen in de uiterste grenstoestand. Gegeven is een blok van drie geschakelde woningen. Gevraagd wordt om de rekenwaarde van de belasting op de aangegeven funderingsbalk te berekenen. De strategie die we daarvoor toepassen is dat we beginnen met het berekenen van de permanente belastingen. Daarna berekenen we de veranderlijke belastingen. Vervolgens bepalen we de betrouwbaarheidsklasse. Op basis van die betrouwbaarheidsklasse kunnen we de vermenigvuldigingsfactor K4 bepalen. Daarna kunnen we beginnen met het bepalen van de rekenwaarde van de belasting en dat doen we volgens vergelijking 6.10a en 6.10b van NEN EN1990. Nou, die permanente belastingen die hebben we alles bepaald. Dat hebben we gedaan in het filmpje schematiseren en gewichtsberekeningen. En de veranderlijke belastingen zijn ook al een keer bepaald. Dat hebben we gedaan in het filmpje veranderlijke belastingen. Dus in dit filmpje slaan we de eerste twee stappen over. Nou, voordat we beginnen met het bepalen van de betrouwbaarheidsklasse, kijken we eerst maar eens naar die belastingcombinaties volgens NEN EN1990. De eerste vergelijking 6.10a, die staat hier. Dan zie je hier ED staan. Die D die staat voor design, dus de rekenwaarde. E staat voor het belastingeffect, dus dat is de rekenwaarde van de belasting. Vervolgens zie ik na het is gelijkteken de factor K4 staan. De factor K4 is afhankelijk van de betrouwbaarheidsklasse. Vervolgens zie je tussen haakjes twee somtekens staan. Zie ik hier een factor 1,35. Dat is de partiële factor voor de blijvende belasting. De blijvende belasting, ofwel de permanente belasting, is G. Dus ik moet alle permanente belastingen vermenigvuldigen met 1,35. En die moet ik vervolgens allemaal bij elkaar optellen. Vervolgens heb ik ook nog de som van, die Q staat voor de veranderlijke belastingen. Die heeft ook een eigen partiële factor. Dan voor de veranderlijke belastingen, die is 1,5. En ik moet de veranderlijke belasting ook nog vermenigvuldigen met de factor voor de combinatiewaarde, psi 0. En vervolgens moet ik ook al die veranderlijke belastingen dan bij elkaar optellen. De tweede vergelijking, 6.10b, nou, die ziet er een klein beetje anders uit. De permanente belasting moet nog vermenigvuldigd worden met een reductiefactor xi. En die geldt voor ongunstige blijvende belastingen. En die bedraagt 0,89. Vervolgens zie ik hier een splitsing in de veranderlijke belastingen. Nou, wat gebeurt er nou precies? Ik moet één veranderlijke belasting niet vermenigvuldigen met de factor voor de combinatiewaarde. En alle overige veranderlijke belastingen wel. Omdat niet van tevoren vaststaat welke veranderlijke belasting maatgevend is, heb ik dus een mogelijkheid dat er meerdere belastingcombinaties moeten worden opgesteld volgens 6.10b. Nou, we beginnen eerst maar eens met het bepalen van de betrouwbaarheidsklasse. Ik heb hier een fragment genomen van tabel NB21. Nou, het is een blok van drie geschakelde woningen. Dat zijn eengezinswoningen en ze hebben in totaal drie bouwlagen. Dus deze woning valt onder betrouwbaarheidsklasse 1. Nou, als we dan gaan kijken naar de betrouwbaarheidsdifferentiatie, dan geldt voor betrouwbaarheidsklasse 1 een K4-factor van 0,9. Dus die kan ik invullen. Nou, als we dan de rekenwaarde voor de belasting gaan bepalen, gaan we beginnen met 6.10a. Ik begin met de permanente belasting. Nou, de K4-factor is alvast ingevuld. De permanente belasting die is al eens eerder bepaald. Die ga ik er nog maar eens even bij halen. Ik had 2 kN ten gevolge, of 2 kN per strekkende meter van het dak. We hebben ook nog het binnenspouwblad, die was verlopend. Daar kan ik ook een gemiddelde voor maken. 13,63. Ik heb een buitenspouwblad. Ik heb ook nog de tweede verdiepingsvloer, de eerste verdiepingsvloer en een begane grondvloer. En ik heb ook nog het eigen gewicht van de funderingsbalk. Nou, deze permanente belastingen, die moet ik allemaal vermenigvuldigen met 1,35. En die moet ik bij elkaar optellen. Nou, goed, ik kan het ook even andersom doen. Ik tel ze allemaal bij elkaar op. Dan kom ik uit op 47,21 en die vul ik in die vergelijking. Nou, als ik dan nog even het rekenmodel erbij pak, dan heb ik 47,21 kN per strekkende meter aan rekenwaarde van de belasting. Dus die kan ik nu netjes invullen. Vervolgens kijken we naar de veranderlijke belastingen.
Ik heb ten gevolge van de begane grondvloer 5,95. Dat heb ik ook ten gevolge van de eerste verdiepingsvloer, de tweede verdiepingsvloer. Nou, ik kon ook nog sneeuw op het dak hebben. En er kon ook nog windbelasting op het gebouw staan. En die zorgde dan voor 5,4 kN per strekkende meter. En dat was dan verlopend van positief naar negatief. Daar horen ook combinatiewaardes bij. Nou, die waren ook al bepaald in dat filmpje. Ik moet alle veranderlijke belastingen vermenigvuldigen met die factor voor de combinatiewaarde. Dus dat doe ik nu. En ik moet ze ook nog vermenigvuldigen met 1,5 en daarna mag ik ze bij elkaar optellen. Nou, ik kies er ook nu weer voor om ze eerst even bij elkaar op te tellen en vervolgens in te vullen. Dus ik heb nu 7,14 kN per strekkende meter. Dus in het rekenmodel ziet dat er zo uit. Dus die kan ik invullen in de vergelijking. Nou, de vergelijking is nu compleet. Dus ik kan de rekenwaarde van de belasting volgens 6.10a berekenen. En die bedraagt dan 67 kN per strekkende meter. Vervolgens kijken we naar vergelijking 6.10b. Ik vul eerst die factor xi in, die is 0,89. En vervolgens kan ik nu de permanente belasting gaan invullen. Die was 47,21. Dus die vul ik gewoon in. En nu ga ik over op de veranderlijke belastingen. Nou, die pak ik er ook maar even bij. Ik had er in totaal 5. En die hadden ook allemaal hun eigen factor voor de combinatiewaarde psi 0. En wat ik nu moet doen volgens die vergelijking is dat ik er eentje niet vermenigvuldig met psi 0 en de rest wel. Nou, als we nou eens beginnen met de begane grondvloer volledig te nemen, 5,95. Die voeg ik toe in de vergelijking. En vervolgens moet ik alle andere vermenigvuldigen met psi 0. Dus als ik dat doe en ik ze bij elkaar optel, dan kom ik uit op 4,76 kN per strekkende meter. Dus die kan ik invullen in de vergelijking. Dus heb ik in totaal die twee veranderlijke belastingen. Nou, die zien er in het rekenmodel dan zo uit, 5,95 en 4,76. De vergelijking is nu helemaal volledig, dus ik kan hem uitrekenen. Dus dan kom ik uit op 65,51 kN per strekkende meter. Nou, er zijn ook nog andere combinaties mogelijk bij 6.10b. Ik kan bijvoorbeeld ook de eerste verdieping volledig nemen en de rest vermenigvuldigd met de factor voor de combinatiewaarde. Omdat die even groot is op de begane grondvloer, kom ik op precies hetzelfde uit. Dus ook bij deze vergelijking zou ik uitkomen op 65,51 kN per strekkende meter. Dat geldt ook voor de tweede verdiepingsvloer. Daar is de belasting ook 5,95. Dus ook bij deze combinatie heb ik 65,51 kN per strekkende meter een rekenwaarde van de belasting. Nou, de sneeuwbelasting die is anders. Die is 1,2 kN per strekkende meter. Dus als ik die nou eens invul en ik vervolgens alle veranderlijke belastingen, de overige veranderlijke belastingen, vermenigvuldig met de factor voor de combinatiewaarde. En die tel ik bij elkaar op, dan kom ik weer op 7,14 kN per strekkende meter uit. Dus als ik die toevoeg, dan hou ik 1,2 over en 7,14. De vergelijking is nu helemaal compleet. Dus als ik deze ga uitrekenen, dan kom ik uit op een totale belasting van 62,31 kN per strekkende meter. De laatste die we hebben aan veranderlijke belasting is de windbelasting. Stel nou dat we die volledig nemen, dan moet ik wel eventjes opletten dat ik ook nog aan de andere kant, ik heb nu de naar beneden gerichte waarde genomen, die is dan plus. Dus de waarde van 5,4 kN per strekkende meter die omhoog gaat, die zal dan negatief moeten zijn. Dus in deze combinatie stel ik er nu eigenlijk twee op, want ik heb zometeen te maken met een verlopende veranderlijke belasting. Ik heb nu ook de windbelasting de andere kant op toegevoegd. Dus hier zie je een minnetje staan. Nou, en alle andere veranderlijke belastingen moet ik weer op dezelfde manier vermenigvuldigen met psi 0. Die tel ik bij elkaar op, dan kom ik op 7,14 kN per strekkende meter uit. Dus als ik die toevoeg aan het rijtje, dan heb ik 7,14 kN van de overige veranderlijke belastingen en die 5,4 kN per strekkende meter omhoog of omlaag. Nou, de vergelijking is nu ook weer helemaal compleet. Dus als ik deze doorreken, dan kom ik op 2
belastingen uit. Maximaal is die 67,98 km per strekkende meter en minimaal 53,4. Nou, resumerend geldt dan voor die funderingsbalk voor 6.10a 67 kN per strekkende meter. Ik heb hier dus alle veranderlijke belasting gecombineerd met psi 0. Nou, de tweede combinatie was dan 6.10b. Nou, dan ging ik alleen uit van de begane grondvloer volledig belast met de veranderlijke belasting. Dan kwam ik uit op 65,51. Als ik dat voor de verdiepingsvloer doe, nummer 1, dan kom ik ook op hetzelfde uit. En bij de tweede verdiepingsvloer ook. Vervolgens kon ik ook de sneeuwbelasting volledig nemen. Dan kwam ik op 62,31 uit. En bij wind kwam ik uit op een verlopende, dus hij had een maximale waarde van 67,98 en een minimale waarde van 53,4. Je zou ook nog eventueel kunnen stellen dat een gemiddelde waarde oplevert voor de windbelasting, tenminste de combinatie waarbij de windbelasting volledig is, 60,69 kN per strekkende meter is. Nou, belastingscombinatie 6.10a is met 67 kN per strekkende meter dus maatgevend. Dus die moet je ook gebruiken om een controle in de uiterste grenstoestand uit te voeren. En daarmee toets je dus de sterkte. Voor deze funderingsbalk zou dat bijvoorbeeld de hoofdwapening en dwarskrachtwapening kunnen zijn. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben de betrouwbaarheidsklasse bepaald voor de woning. Vervolgens hebben we ook de vermenigvuldigingsfactor K4 bepaald. En uiteindelijk hebben we de rekenwaarde van de belasting volgens vergelijking 6.10a bepaald en ook volgens 6.10b.